Als de papieren media verdwijnen en we gaan er nu niet hard aan werken om de tarieven voor beeld op internet beter te maken, dan is dit beroep ten dode opgeschreven. Dingen naar Mol is een van de 400 fotojournalisten die vandaag meedoet met de landelijke staking. Ik doe mee aan de staking omdat de tarieven van de fotografen in de afgelopen jaren best onder druk zijn komen te staan. Wat er gebeurd is in de afgelopen jaren, dat er samenwerkingsverbanden zijn gezocht tussen kranten. Dat betekent dat jij een foto maakt voor één krant, maar dat die dan in een heleboel kranten in Nederland doorgeplaatst, die foto kan doorgeplaatst worden. En daar zie jij als fotograaf niets voor terug. Ik heb bijvoorbeeld één foto gemaakt van een jongetje. Dat jongetje is heel erg slim en heel intelligent. Op zijn 6e jaar ging hij al naar de middelbare school. Heel bizar. Die foto heb ik gemaakt voor een krant. Maar die foto is werkelijk ook de hele wereld overgegaan. Via internet gedeeld. Chinese sites, Indonesische websites. Ja, dat is wel grappig om te zien. Maar als fotograaf zie je daar dus helemaal niets voor terug. In de afgelopen jaren is er heel veel gratis content op internet gekomen. En daardoor is het nu moeilijk om wel een bedrag daarvoor te gaan vragen. Maar als de papieren media verdwijnen en we gaan er nu niet hard aan werken om de tarieven voor beeld op internet beter te maken, Dan is dit beroep ten dode opgeschreven. Ik hoop dat er naar aanleiding van deze staking meer begrip komt voor de fotojournalist. Dat mensen zien dat het een beroep is en dat het niet zomaar een plaatje is wat je even hebt geschoten. Tot nu toe kan ik leven van de fotojournalistiek, maar het moet niet erger worden. Het moet echt niet erger worden.